Nou, we zijn vandaag in het gebouw de Bourse du Travail in Lille. En we zijn hier vandaag voor het Living Green Lab met als thema architectonische waarden. Nou, we hebben eigenlijk een leuke mix van mensen. Dat was ook het doel, om zoveel mogelijk verschillende mensen, zodat ze elkaar ook konden inspireren. Het belangrijkste zijn, we hebben een aantal huiseigenaren, die Fransen dus uit Lille, die allemaal plannen hebben om te renoveren. Dus die zijn allemaal gewoon op zoek naar inspiratie voor hun eigen plannen. Het doel is eigenlijk om mensen, vooral huiseigenaren, die komen toch, als je het hebt over architectonische waarden, dat wordt toch vaak gezien als als restrictie, als iets wat je bindt. Als dingen, bijvoorbeeld een monument, je mag aan heel veel dingen niet zitten, je mag dingen niet doen. Maar we willen nu eigenlijk juist laten zien in dit lab dat die monumentale waarden en die architectonische waarden juist iets kunnen zijn wat kansen biedt. Dit is de voormalige scheikundefaculteit van de Universiteit van Lille. De Universiteit van Lille, het hele complex is zeg maar gebouwd tussen 1891 en 1895. En in 1894 is dit gebouw, dus de scheikundefaculteit, gemaakt. We zijn vanochtend begonnen eigenlijk met een eerste wandeling door het gebouw. Dus de deelnemers zijn gewoon door het hele gebouw gaan lopen en die hebben de boodschap meegekregen om te kijken en gewoon wat vinden ze ervan. Welke ruimtes vinden ze fijn, welke vinden ze niet fijn, vinden ze iets mooi of lelijk. Dus dat was heel erg om gewoon een nulmeting te doen. Zonder dat ze nog extra soort van les hebben gekregen in het kijken naar een gebouw, van hoe mensen al dat gebouw ervaren. Er zijn toen twee lezingen gegeven door Christophe Rouve en Geoffrey Galland. De eerste ging over eigenlijk het kijken door de ogen van een architect. Dus hoe kijkt een architect naar een gebouw anders dan dat een leek dat doet. En daarna ging een lezing over eigenlijk de regelgeving, wat natuurlijk een belangrijk, gewoon informatief heel belangrijk is, van wat zijn nu de regels en wetgeving rond monumenten. I'm just here because a few months ago I bought a house in the center of Lille, and it's a old house that I need to renovate. I just had a few ideas of what was the program, so I just knew that it was about how to renovate an old building without really changing its total aspect. I mean, it's like changing with the respect of the old style of the building. Daarna heb ik eigenlijk de oefening geïntroduceerd die we in de middag hebben gedaan. Ze hebben dus allemaal een ruimte toegewezen gekregen. En daarna zijn ze verder gegaan om te ontwerpen daarmee. Today, what is new is that there is different steps. There is a kind of methodology of about evaluating different things. Like there was the idea of the volume. We talk about the craft and things. We talk about the textures and materials. So we split between different categories. And before, maybe I was like going in a every direction without any organization. So I try to do my best in thinking my project to do the better choices, but also I need to keep my budget, because if I do only the best things, I cannot do everything and my project cannot end.